heb hier in Griekenland de Deep Democracy level 2 en 3 mogen ervaren. Dat je dat in een groep doet, 5 dagen intensief met elkaar, is echt fantastisch. Want voor ben je een beetje schaamtevol, omdat je denkt, moet dat dan in Griekenland? Maar de hele context, kijk achter me, kijk naar die bergen, kijk naar de zee. Je hebt met elkaar zo'n mooie, zo'n mooi proces ondergaan je met elkaar. Dat dit had ik nooit in Nederland in 1 of 2 dagen of in een huis kunnen doen. Ja, ik zou het iedereen aanraden. Ik ben echt vol lof en ik ga vol met energie naar huis. Dat ik merk dat we op deze manier zo ontzettend goed de diepte in kunnen en zo goed en zoveel van dat proces van die democratie met elkaar kunnen leren. Dus het is niet alleen een programma wat we met elkaar doen, maar juist door het proces in de groep, wat we hier nog meer hebben dan in andere trainingen, is de meerwaarde echt enorm. En dat blijkt ook, hè, als je deelnemers erover hoort, die praten ook echt over dat extra wat het zo oplevert. Ja, wat ik heel krachtig vind, is dat de persoonlijke dingen die je hier kan uitzoeken, die helpen heel erg om als begeleider van groepen, van conflicten, van gesprekken en van besluitvorming heel sterk te zijn. En je bewust te zijn van dat je soms ook gewoon niet helemaal neutraal bent en toch dat moet zijn. Uit bestuurders, directeuren, adviseurs, trainers, dus het is een heel diverse mooie groep. Ik denk dat het een life-changing week is geweest. Zowel privé als zakelijk. Zakelijk omdat ik denk ik echt nu in staat ben om groepen over een heel moeilijk moment te brengen. En een moment wat misschien al 2-3 jaar leeft in groepen, waar ze nog niet uit zijn gekomen. En dit is de manier om echt weer met elkaar in contact te komen en besluiten te nemen. Ik ben hier samen met Jitske en het is echt fantastisch om hier met z'n tweeën te zijn. Jitske! mijn rol in deze week is dat ik hier met Frank ben en dat we samen veel erover hebben en veel leren. En dat ik in de groep kleine stukjes doe. Het is wel zo, ik werk het grootste deel met de groep, maar iedere dag doet Jitske iets in het programma. En de andere is dat ik, wat wij wel zeggen, tijdens elke lunch en diner beschikbaar ben voor bijles. Dus in alle dalmomenten dat we en even rustig zijn, kan Frank gewoon ontzettend genieten van het eten en de zon. En terwijl ik ook daarvan geniet, ben ik beschikbaar om die ene casus door te spreken. Hoe zit dat nou eigenlijk precies? Ik loop nog daar tegenaan. En dat maakt dat voor deelnemers er op elk moment 24 uur lang, of nou ja, laten we zeggen 18 uur lang, gelegenheid is tot vragen en verdieping en doorpakken. En verschillende appartementjes, allemaal uitzicht op zee, direct aan het strand. Dus we doen ook fantastische dingen daaromheen. We hebben Monika. Ik hou van Griekenland, ik hou van Nederland. Ik zit tussen twee culturen in. Ik vind het heel erg leuk om het te combineren. En ik hou van mensen. Ik hou van een speciale week hebben die een soort magie heeft. Wat het voor mij ook mogelijk maakt om op een veel makkelijkere en bijzondere manier dingen te delen. Die af en toe ook wel spannend zijn, maar op een leuke manier spannend. Dus ik merk ook zelf in het werk hier met een groep dat ik zelf ook wel weer grenzen verleg. En dat ik er iedere keer weer van leer. Nou, wat het mij persoonlijk heeft gebracht, is dat ik ontzettend het conflict in mezelf of met anderen in mijn omgeving liefdevol kan omarmen. Om jullie iedere dag mee te nemen naar een andere lunchplek en een andere dinerplek. Dus we gaan een berg op, we zitten aan zee, we zitten op het strand, we zitten in een tuin. We zitten in een stadje. Altijd inchecken op het strand. Nou, wat ik absoluut had gemist als ik niet naar Griekenland was geweest, dat is dat dit is niet 2 levels deep democracy alleen, maar het is het hele proces. Het is een fantastische dag met reflectie en wandelingen tussendoor. Het is de avonden, het is gezelligheid, het is ook verdiepen. Dus het gaat eigenlijk van zondagavond tot, ik denk morgenochtend, zaterdagochtend gaat het aan één stuk door.
En dat is, ja, dat is veel verdiepender en verrijkender dan alleen die losse levels, denk ik. Nou, het was een unieke week. En het bracht me heel veel inzicht in hoe krachtig Deep Democracy is. En ook wat je eigenlijk boven moet halen om verder te komen in een goed gesprek, maar ook in een conflict. En ik vind ook die driedeling heel mooi. Een goed gesprek, het nemen van een besluit en het omgaan met een conflict. Daar staat Deep Democracy voor. En ja, ik heb er enorm van genoten. Niet alleen maar van Griekenland, maar vooral ook van die tijd die er was. En de opbouw van de week. Steeds een nieuw blokje met vragen en verwarring. En dan daarna, ja, hoe ga je daar nou goed mee om? Privé heeft het mij gebracht dat ik niet meer bang ben om te zijn. Om te zijn wie ik ben, om mijn kracht te bekennen en om Jetske's termen in your rank te gaan staan. Nou, wat het me persoonlijk heeft gebracht is ongelooflijk veel plezier, heel veel momenten van reflectie en heel veel leren over deep democracy. En in mijn werk, ja, ik zie heel veel kansen om dit te gebruiken, om hier in groepen mee te werken. Ik ben trainer, ik kan het inzetten bij 1-op-1 gesprekken. Eigenlijk allerlei vaardigheden waar ik mee uit de voeten kan. Als ik interim directeur ben in een interim opdracht, gebruik ik het gesprek op voeten. Pijlen gooien, het niet gevoerde gesprek. Dat brengt zoveel verrijking in mijn opdrachten. Dat de mensen ook zeggen, wauw. En daar ga ik nu echt veel meer verdieping in aanbrengen. En ik verheug me er enorm op om dat volgende week in de praktijk te gaan brengen. Deep Democracy is inderdaad een methode om de wereld een stukje beter te maken. En ik gun het iedereen. Ga doen. En ik vind het heel bijzonder dat er zoveel interessante, mooie, warme, hartelijke, open mensen zijn. In 2019 hebben we, Frank en ik, net besloten dat we weer gaan. Dus kijk op de site, zie hier ergens de datum. En als je het leuk vindt, kom. Het enige wat je nodig hebt, level 1.